Jongens, we hebben een heel groot probleem. Ik ben al mijn spullen kwijt. Zoals je kan zien, alles is leeg. Ik heb niks meer, ik ben kaal, ik heb een vogeltje op mijn schouder. Het is helemaal vreselijk. En je zou je nou vast afvragen, Max, hoe is dit gebeurd? Nou, buiten mijn opname stond ik letterlijk op dat punt daar even... AFK, ik was gewoon... Ik stond zoals dit. Was ik weggelopen van mijn computer, was ik een uurtje weg. En ik kom terug, ik was dood. Al mijn spullen waren weg. Ik was letterlijk dood gegaan door een zombie. That's it. Oftewel, heel lame. Jullie kunnen het niet zien. Ik heb het niet gezien. Ik ben gewoon alles kwijt. Het is helemaal stom. Maar ik heb ander goed nieuws. De augurk outfit mag eindelijk uit. Jongens, ik mag gewoon weer mijn normale kleding aandoen. Oftewel, laten we hem even omkleden. En dan dat ik niet meer zo'n raar augurkje ben. Ah, zo. Dat is beter. Het is nog steeds niet mijn koningsoutfit. Maar het is al lang beter dan letterlijk dat stomme augurkje. Maar Floor is online. En die zegt, hey Max, weet je wat? Je bent al je spullen kwijt. Ik heb wel wat voor je. Ik heb misschien wel gewoon even iets waardoor je gewoon weer wat gear en weet ik wat allemaal hebt. Dus laten we even kijken. Oh, nee. Oh, ik heb ook geen eten meer. Ik heb 2 hartjes. Floor. Oh mijn god, wat is hier allemaal gebeurd? De winkel is bijna af. Huh? Wat de progressie is hier ineens geweest. Damn, Floor, de winkel is bijna af. Floor. Hallo. Wat is dit cool geworden, hè, dit allemaal. Dit is ook gewoon af. Dit zijn aquaria's die ze verkoopt. Damn. Wat cool dit, hé. Ze koopt gewoon de vissen aquarium. Ze zijn gewoon letterlijk hele aquaria's. Gun mij. Oh mijn god, ik moet oppassen. Oh mijn god, mag ik dit hebben? Mag ik dit kopen? Kopen of hebben? Oh, ik krijg gewoon spullen die ik eigenlijk niet nodig heb. Maar dit heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb alleen de schep nodig. Oké, jongens, in mijn ender chest heb ik nog een axe. Een hele kapotte pickaxe die we even moeten repareren. En that's it. Oké, jongens, laten we dan heel even naar alle winkels gaan om alles gewoon weer te gaan kopen. Oh mijn god, ik ga al mijn diamonds die ik net verdiend heb, ga ik weer verliezen. Dat meen je. Maar voordat we alles gaan kopen en weer alle diamonds kwijtraken, laten we even langs mijn huis gaan en kijken wat voor spullen ik daar nog heb. Misschien heb ik nog wel iets nuttigs en zo. Waarom is daar een rode beacon? Sinds wanneer is die rood? Misschien kan ik nog wel wat nuttigs halen uit mijn kisten. Voordat ik allemaal dingen ga kopen en zo. Ik heb deze elytra, die stuk. Maar die kan ik even repareren als ik een mending opgooi. Oké, dan hebben we een elytra. Voor de rest is dat het eigenlijk wel een beetje. Akelig dit. Heel akelig. Nou, laten we dan maar weer in de bootwinkel van Rini en Floor eventjes een nieuwe boekjes achterlaten. Oh, dat ik tools nodig heb. Fully enchanted. Schep, silk touch. Axe, silk touch. Pickaxe. Silk touch, schoenen, beroek. En that's it. Dit heb ik allemaal fully enchanted op het moment nodig. Wat vreselijk dat ik dit nodig heb allemaal weer. Dit gaat me 10, 20, 30, 40, 50. Gaat me 50 diamonds kosten en ik heb er 59. Oh my days. Nou, oh mijn god, ik heb niet op darn geklikt. Moet ik het opnieuw typen. Zo, we hebben het boekje erin gedaan dat ik alles wil hebben. Dat gaat me heel wat diamonds kosten, maar dat betalen we natuurlijk na afloop. Nu hebben we snel eten nodig, anders ga ik gewoon echt dood. Nou, daar zijn we. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo, hebben we in ieder geval weer genoeg eten. Gaan we in mijn ender chest doen. Zo, en dan die in mijn hand hier. Oh, mijn god, kunnen we eindelijk even... Oh, wat kan het fijn zijn om dan ineens te eten. En dan weet ik, volgens mij hebben we hier ergens ook een kraampje staan in het oude gebied. Waar eigenlijk nooit echt iemand mee komt, dat kraampje. Maar die daar... En daar verkopen ze nog steeds boekjes. Dus als ik daar gewoon even mendingen en brekingen zo kan kopen, dan is dat voor mijn elytra, is dat goed genoeg. En dan heb ik gewoon een nieuwe elytra. Maar, moet ik even kijken of dat er nog is. Sharpness, power... Fortune, oh jee. Efficiency. Unbreaking, oké. Mending. Nee, er is geen mending. Heeft iemand een mendingboekje te kopen? Hoe duur is dit? 5 diamonds. Oh mijn god, ik moet dan wel even nieuwe diamonds hebben voor zometeen de grote bestelling die ik heb gedaan. Oké, Flori zegt dat ze een mendingboekje voor me heeft. Dus even vragen hoe duur die gaat zijn, want dan ben ik weer nog armer. Ik begon zo rijk deze aflevering en waarschijnlijk ben ik zo arm aan het einde. Mijn vogeltje Arnold, die support me wel. Doe dikken doen. Ah. Hoe duur heb je emeralds? Nee. Oh, ik krijg weer gratis. Oeh, ik krijg weer gratis. Nice. Oké, dan heb ik nu levels nodig. En dan moet ik naar de supermarkt van Anne. Want daar kan ik enchantment bottles kopen. Deze hele aflevering bestaat gewoon uit ik die aan het winkelen is. Ik ben letterlijk gewoon aan het winkelen tot ik alles weer terug heb. Moet je nagaan. We zijn in deze Minecraft Survival net zo ver als in de beschaving in het echte leven. We hoeven niet meer voor zelf alles te zorgen. We hoeven niet meer te survivalen. Niet meer te strijden, te vechten voor ons overleven. We gaan gewoon naar de winkel en we halen het. Dat is gewoon een beetje hoe deze survival is geworden. Hier, kijk. 1 voor 1 dia. 1 voor 1 dia? Hallo, bedoel je niet 10 voor 1 dia? Ik neem aan dat ze 10 bedoelt. 1, 2, 3 doen we er even. Naar de kassa doen we dan 1, 2, 3. Erop, hè. Tong, 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 tong. Heel leuk. Dan hebben we hier vast wel een Enfil. Er is hier geen Enfil. Natuurlijk is hier geen Enfil. Kom op, Arnold. We gaan naar het andere gebied. Dit huis heeft vast wel een Enfil, toch? Hier binnen. Huh. Ik ben gescamd.
Hallo? Enfield? Heeft iemand hier een Enfield te koop? Of te koop die ik mag gebruiken? Hallo, villagers. Ik weet dat jullie hier zijn met z'n allen. Dat jullie hier massaal wonen. Ik kom even een Enfield van jullie gebruiken. Waarom hebben jullie nou geen Enfield? Kom op nou, naamloos en kick de cleric. Oh mijn god, ze hebben gewoon geen Enfield. Ik word helemaal gek. Anne, ik weet dat jij... Je bent niet thuis, maar ik ga je Enfield gebruiken. Want ik weet zeker dat jij erin hebt. En... daar! Ha, hoppakee. Oké, wat we dan gaan doen, is een elytra. Die pakken we. Daar doen wij mending op. Dat kost 2 XP. En op die mending doen we ook nog een breaking. Hoppakee. Dan doen we hem op. En dan hoeven we hem nu alleen maar te repareren. Door heel even naar de Enderman farm te gaan. Laten we wel vast wat vuurwerk meenemen. Voor het geval dat we klaar zijn. Dat we gelijk terug kunnen vliegen. Oké, zo dan zijn we hier beland. Ik heb nu een beetje elytra durability. Dan kunnen we die even gebruiken om hier snel door te lopen. Zo. Nou, laten we die met tweede hand doen. Dan laden we en mijn pickaxe op. En, wacht, ik ben mijn energy. Dus heb ik een zwaard. Juist. Ah, wat luid hier. Nou, laten we dit even doen. A few moments later. Oh, ik ben klaar. Wat ben ik... Dit herrie-ding hier zat. Mijn elytra is helemaal vol. Hou jullie mond! Ik ga gelijk weg hier. Ik word helemaal gek. Oh. Zo, er staat mending op. Er staat unbreaking op. We kunnen nu gewoon weer vandoor. Ik heb veel te veel enderpearls. Die gaan we eventjes allemaal dumpen hier. Hoppakee. Daar heb ik helemaal niks aan. Zo. En badabim. Zo. Dan spannen we hier... Bij de tent. Voor sommige mensen spannen we altijd bij de tent. Maar dan kunnen we in ieder geval weer vliegen. We hebben eten. We hebben alleen de tools nodig die Floor voor ons gaat maken. Oh ja, en even een crafting table, een bed en een stone cutter. En een lantern op mijn hoofd. Dat is het enige nog. Daar ben ik weer helemaal tevreden. Oké, 1 lantern hier. Dat komt al heel goed uit. Dan hebben we in ieder geval een lantern op mijn kop. Stonecutter kunnen we maken, want we hebben hier 1 ijzer. Volgens mij heb ik dan gewoon letterlijk stone nodig. En dan kunnen we een stonecutter maken, oké. Crafting table kunnen we ook wel gewoon alvast maken, zo. En dan alleen nog een bed eventjes. Daar ben ik voor nu alweer tevreden, weet je. Maar daarvoor hebben we even wol nodig. En ik hoop dat we dat toch gewoon hier hebben in mijn huis ergens. Een beetje wol. Volgens mij hierboven. Ja, oh, dan kunnen we gewoon een oranje bed maken, prima. Yeah, zo, ik ben weer tevreden. Nou, laten we nu dan weer eens beginnen met onze letterlijk daadwerkelijke progressie. In plaats van gewoon nutteloze dingen zoals ik die mijn spullen terug wil halen. Maar ja, dat was ook nodig. Oké, jongens, mijn makelaarswinkeltje. Laten we daar maar eens mee verder gaan, want die heb ik zo vorige aflevering achtergelaten zoals dit. Oeh, maar trouwens, ik wil Floor de winkeltje hiervoor gebruiken. Hallo? Hey, kijk, jij hebt hier een nieuwe winkeltje en ik ben hier mijn nieuwe winkeltje aan het maken. Wordt het niet een al te groot winkeltje? En ik dacht, weet je wat, ik ga je gewoon gelijk betalen. Ja, dit wordt je makelaar, toch? Dit wordt de makelaar. Hierin ga ik mensen doorsturen naar jouw winkel. Wat dacht je daarvan? Kijk. Oké. Ik heb alleen niet zoveel bricks meer. Nee, maar weet je, het is, ik wil gewoon de indeling maken als in de muren, het plafond en de vloer en zo. Als jij hem dan in kan richten voor mij, dan vertel ik wel gewoon een beetje wat ik wil. En dan... Ja. Kan jij hem inrichten, weet je? En dan, ik weet niet hoe duur jouw winkel is in dat opzicht. Als je, want hij wordt niet groter dan dit. Dit is zeg maar echt letterlijk de grote. Oh, nou, ik weet het ook nog niet. Het zal niet zo duur zijn. Doe maar gewoon een inrichting en kijk na afloop maar hoe duur het is, weet je? Ja. Zoals ik hem nu helemaal afmaak. De muren, het plafond en weet ik wat allemaal. Hij moet 1 verdieping zijn. Ik wil ook niet een 2e verdieping erin hebben, weet je? Omdat vind ik juist lijp dat het gewoon lekker hoog is hier. Ja, dat snap ik wel, ja. En dan kijk ik even na afloop, kijken we wel wat jij ermee kan, allemaal. Ja, want je wil ook zo'n map maken, toch? Ja, ik wou hier inderdaad een map hebben, hier. En ik wou hier, die zou ik daar zelf denk ik wel van maken, die map. Ja, en dan hier aanvragen voor bouwen en zo. En dan met Dennis ging je die huisnummers doen. Ja, dat kan ik op de map doen. Dus dat doe ik zelf. Ja, want jij dan vet. De ruimte ervoor maakt, weet je. Is prima. Oké. Ja, komt goed. Nou, dan ga ik dat helemaal fixen. Oké, jongens. Floor gaat dus mijn inrichting hiervan doen. Dat vind ik leuk, want zij heeft de winkel. Dan wil ik die winkel daadwerkelijk gebruiken, weet je. Dan kan ik me focussen op andere dingen. Maar eerst moeten we dan even de inrichting, als in de indeling, een beetje afmaken. Want dat ziet er nu natuurlijk niet uit. Ik ga denk ik gewoon even een hele rare vloer erin doen. Misschien dat Floor dan natuurlijk nog wel aan mag passen. Maar ik denk dat een granite vloer op zich best wel lijp kan zijn. Dit voelt als een soort heel ruw marmer voelt dit aan of zo. Nee, ik moet calcite gebruiken. Dat is mooier. Heb ik dat nog? Oh mijn god, dat zou zo cool zijn als ik dat nog heb. Ik ben bang dat ik dat niet meer heb. Noem maar 62. Ik denk niet dat dit echt genoeg gaat zijn, maar laten we maar gewoon kijken hoe ver we komen. Oké, het is gelijk helemaal donker hier. Dus laten we dan eerst even een beetje zo doen dat ik het weer kan belichten, weet je. Beam, bam, bong, boing. Oké, en dan kijken we gewoon of we de vloer erin kunnen doen. Ik denk dat dit een goede keuze is om het hier dan met calcite te doen, weet je. Dan krijg je echt, ja, dat is lijp. Het is een mooie vloer. Dit lijkt namelijk nog meer op marmer dan dat andere blok. Dan dat rode blok. Oké, ik heb bij lange na niet genoeg. Dus dan moeten we zo even nieuwe halen. Zo. Oké, maar dan weten we in ieder geval dat we dit willen. En dit gaat er cool uitzien. Dan wil ik dit hier zo hebben. Zo, zo, zo. Daarop dit. Zo. En dan hetzelfde geldt hier. Tonk, tonk, tonk. En tonk, tonk, tonk.
Tonk. Ik wil hier namelijk een soort verhoging hebben. Ik wil namelijk de verdieping vet hoog hebben, maar ik wil hier wel cool een overkappingje hebben of zo, weet je. Zo, ja, dat gaat er cool uitzien, hé. Enige is dat die paaltjes hier in het midden, die zijn wel echt te dun. Dus ik denk dat ik daar eerder even een bijvoorbeeld cobblestone wall op kan doen. Alleen ik weet niet of cobblestone dan de goede keuze is. Ik denk het wel om een beetje verschillende textuur aan toe te voegen. Dan voelt het alsof de pilaren daadwerkelijk een beetje steun hebben in plaats van gewoon vet random er staan of er vliegen. Voegen we heel even wat bloemetjes toe, gewoon een beetje ideeën. Floor mag natuurlijk aanpassen wat ze wil en hoe en wat, weet je. Maar kan ik het in ieder geval een beetje vast aankleden. Dan even het houten randje hier in het midden een beetje bedekken. Dat ziet er natuurlijk nu niet uit. Zo gaan we een beetje 3D dingen toevoegen zoals dit. Dat het van binnen ook wat mooier is dan in plaats van alleen maar plat. Dit ziet er nog steeds niet uit, eerlijk gezegd. Dus even kijken hoe we dit ook een beetje netjes kunnen maken. Nou, dit ziet er al een stuk beter uit. Misschien nu nog iron bars hier. Oeh, dit ziet er serieus wel heel lijp uit ineens. Stuk beter al. Zeker als de deur waarschijnlijk gewoon dicht is. Misschien nog een trapdoortje erbij. Oeh, ja, kijk. Dit ziet er goed uit. Oké, dan nu even die bovenkant mooi maken. Doen we daar een ster om het wat ronder te maken. Juist, dan hier ook. Oké, ik heb even wat nieuwe calcite gehaald. Dat we gelijk even de vloer kunnen vullen. Alleen ik ben bang dat ik gewoon nog steeds niet genoeg heb. Dat zou me heel verdrietig maken. Man, ik heb niet genoeg. Hoe kan dat nou? Nee. Zien we een groot aquarium in het midden? Omdat ik niet genoeg heb. Ik vraag vooral vragen of ze hier een cool aquarium kan maken. Ondergrond, zeg maar. Dat er hier glas zit en dat je over het aquarium heen loopt. Dat lijkt me serieus wel heel cool. Kan ik een van de aquaria kan ik ook kopen, want ik weet dat ze die verkoopt. Leuke, coole 3D-detailtjes toevoegen. Zoals dit. Oké, en dan nu het bovenste randje hier netjes afsluiten. Even kijken hoe ik dat überhaupt netjes kan doen. Zo, hoppakee. Dan ziet dit er in ieder geval een beetje beter uit. Dan kunnen we dat misschien opvullen met... Oeh, waarmee vullen we dat op? Goeie. Wacht, dit sowieso nog eventjes zo. Nou, geen idee waarmee ik het op ga vullen, maar we kunnen wel vast wat details toevoegen. Zoals dit en dan daartussenin natuurlijk slabs, zodat het even wat dikker lijkt. Zo. Ik kan het natuurlijk gewoon met... ook met stone bricks opvullen. Nou, dat ziet er in principe wel prima uit. Kijk, dit ziet er serieus wel cool uit al, toch? Misschien dat daarop nog even iets moet op die dingen. Iets, ik weet niet wat cool kan zijn, maar het ziet in ieder geval, deze ruimte hier ziet er gewoon leuk uit als een, ja, welkomsthalletje, weet je? Dan kan Floor het leuk inrichten hoe ze wil, maar ik ben in ieder geval tevreden met de indeling. Nou, dan beginnen we nu aan de andere ruimte, jongens. Trouwens, deze kan er gewoon helemaal uit, want de vloer die zit eigenlijk helemaal niet tot hier. Dus ik zou hem gewoon... Dus heb ik nu genoeg om het op te vullen? In ieder geval om dat hele gekke vormpje er een beetje uit te halen. Nou, ik hou dit wel gewoon open in verband met het aquaria die ik erin wil. Of aquaria. Sorry. Zo, dit is in ieder geval een mooie vorm. En dan denk ik dat ik een heel gek blok hierachter wil gaan doen. En namelijk granite. Ik wil dat rooi een beetje terugbrengen. Dat stedelijke rood, weet je. Hé, jongens, terwijl wij dit trouwens aan het bouwen zijn, hebben jullie al door dat we bijna 200.000 abonnees hebben. Het is zo bizar hoe snel het gaat de afgelopen tijd. Volgens mij hebben we op dit moment echt nog maar iets van 5.000 abonnees. En dan hebben we gewoon 200.000. Ik weet alleen niet wat ik als special wil gaan uploaden. Als 200.000 special. Oké, ik weet dan niet helemaal zeker of ik het mooi vind om het op deze manier te doen. Maar misschien komt omdat er nog geen details in de muren zitten en zo. Maar misschien is het ook gewoon helemaal niet mooi. Ik vind het wel heel geïrriteerd ben ik dat ik dit niet kan dichten. Oh, dat vind ik heel vervelend. Heeft iemand nog één stack calcite? We gaan het gewoon even vragen. Floor zegt dat ik even in de kisten mag kijken. Dat gaan we zeker doen. Don't mind if I do. Zo, ik mocht 2 stacks hebben van Floor. Dus we kunnen de vloer alsnog dichtmaken. Yeah. Nice, dat scheelt al een heleboel. Maar dan kunnen we dit randje hier ook gewoon vullen. Dan gaan we heel even langs de ijzerwinkel. Omdat ik daar een paar cooldrons moet kopen. Hier, 16 moet ik er even kopen. Waar is de ender chest hier? Zo, dat kost me dan als het goed is maar 1 diamond. Ja, prima. Doen, laten we ze gewoon allemaal kopen. Kost het me 2 boeien. Oeh, en dan moet ik... Oh, wat doe ik nou? Wat ik dan ook even gelijk ga kopen, is nog wat lanterns hier. Zo, een halve stack. Kijk, wat we dan gaan doen is dit in de hoekjes opvullen en dan 3 in het midden. Oeh, dat kan niet. Oké, misschien dat het hier kan. Zo, 3 in het midden. 3 in het midden. En dan hier weer zo. En veel ertussen. En veel ertussen. Tussen. Oh, wat een herrie maakt dit. Misschien dat ik het hier beter dan zo kan doen. Even walsen tussen willen. Namelijk deze muur gewoon puur voor decoratie hebben. Ik bedoel, in principe niks tegen de muur aan. Hier komt nog een bord voor en zo. Doen we dit weer zo. Dus net zoals wat we buiten doen. Zodat het een beetje een soort buitenvibe krijgt hier binnen. Hoppakee. En boom. Lantern. Ja, dat is cool. Hetzelfde hier. Maar hier kan de lantern niet echt op een goede plek. Oh, dat is jammer. Oh, dat is heel jammer. Wat ik wel leuk kan doen is hierachter om het een beetje dikker te maken. Zo, en dan walls. Oeh, ja. Kijk, hetzelfde hier zo en hier. Wat groen toevoegen aan de ruimte. En dan het plafond. Wil ik dit eigenlijk net zo hoog als dit? Misschien is het wel lijp dat de wachtruimte hier zo hoog is. En dat het hier... Nou, trouwens, dit is ook zo cool dat je gewoon zo kan kijken. Dit moet ook zo hoog zijn. Nou, dan kunnen we een beetje kopiëren het plafond, maar dan een stuk breder. Zo, oké. Dan is het plafond qua vorm goed. Dan moeten we nu even wat details toevoegen. Even kijken hoor. Ik ga eerst die palen hier fixen. Als ik hier nou dit gewoon doortrek. Zo. Dan hier ook doortrek. Zo. En dan hier ook doortrek. En aan de andere kant ook. Daar keurig netjes van die soort boogjes van maak. Zoals dit. Ja. Oh, dat gaat mooi worden.
Ja, kijk dit dan. Dit is toch mooi. Damn, dit is cool. En daar kunnen namelijk ook weer lanterns in hangen. Eigenlijk heb ik dan ook even chains nodig. Dat ze aan chains hangen. Dat ziet er namelijk nog mooier uit. Dan kopiëren we die bogen een beetje aan deze kant. Zodat we dat na kunnen bouwen. En dan hierachter ook. Oh, wat doe ik nou? Wacht even. Kijk, dan kan ik hier namelijk ook gewoon even denken. Wat gaan we hier doen? Zullen we dit blokje hier gewoon doen? Zo, en dan lantern. Hoppakee, ja. Clean. En wederom, Floor mag wel gewoon dingen mee doen met weet ik van wat ze allemaal wil, weet je. Ze mag het helemaal verbouwen. Dan heeft ze in ieder geval iets om mee te werken. Ik wil er ook niet niks aan leveren, weet je. Zou het dan mooi zijn als ik in het middelste randje plafond ook in de side doe? Of kel side bedoel ik. Dat het een beetje matcht met de vloer nog hierboven. Dat het niet een en al steen is, weet je. En het ziet er allemaal prima uit. Ja, ik vind het serieus best wel lijp. Gewoon een mooie ruimte waar Floor veel mee kan doen, weet je. Oh mijn god, dat heb ik allemaal niet gedaan en daar ook niet, bruh. Dat heb ik helemaal vergeten. Oh, nee. Oh, man. Ik ben nog niet klaar. Ik heb een beter idee trouwens. Ik ga het aanpassen hier allemaal. Ik ga het nog net wat anders maken allemaal. We halen deze onderste rand granite halen we weg. En dan plaatsen we andesite. Dat doen we dan even aan alle kanten. Zo. Dan plaatsen we alleen nog de walls even. En die heb ik waarschijnlijk niet. Dus die moet ik opnieuw maken. Andesite walls. Badabink. 10 is denk ik niet genoeg. Ik denk dat ik ze allemaal moet maken. Zo, 20 plaatsen we in die gaten. En dit doe ik, jongens, omdat dit eigenlijk met alle andere gebouwen die ik hier aan het maken ben telkens, is het onderaan is het andesite en daarboven is het stone brick. Kijk, in dat gebouw begint het andesite stone brick. Letterlijk in de grote fabriek is het andesite en dan stone brick of normaal bricks, weet ik hoe je het noemt. En hier hetzelfde. Dus ik dacht, waarom doe ik dat binnen dan ook niet gewoon onder andesite en dan daarboven granite? Stone brick niet, omdat het eigenlijk op is. Ik heb eigenlijk helemaal geen stone brick meer. Als ik hierboven nou gewoon granite doe, zoals dit. Hoppakee. En dan heb ik nog stairs van... Nee, die moet ik even opnieuw pakken. Doe het ook even aan de andere kant eerst. Zo, dan doen we de stairs hier om... Oh, hier om het even weer wat ronder te maken, het gevoel natuurlijk. Beam. En badaboom. Hoppakee. Oh, dit ziet er goed uit, jongens, dit. Ja, dit ziet er heel goed uit. Ik denk dat Floor aan de slag kan. Ik ben tevreden met hoe dit is geëindigd zo. Vooral dat daarboven, dat voegt echt veel toe. Die slab moet er helemaal niet. Wat heb ik gedaan? Ik heb één foutje gemaakt. Jij moet weg. Zo, en dan moet daar in de plaats... Ponk. Floor, je kan aan de slag, hoor. Ben benieuwd hoe deze winkel eruit gaat zien als hij af is, jongens. Nu ziet het er natuurlijk helemaal nog niet zo bijzonder uit. Het interieur is gewoon een beetje... Ja, de muren zijn afgemaakt en zo. Dus Floor kan aan de slag. En Floor heeft mijn bestelling bijna klaar. Oh, ja, daar ben ik blij mee. Even alles dumpen. Heel ongeorganiseerd, zo. En dan gaan we vast naar de bootwinkel in de hoop dat mijn spulletjes er liggen. Hallo? Oh. Hey. En? Oh, nee, de andere berg moet je hebben. Oh, is hij klaar? Of? Ja, ik wou eigenlijk alleen nog een papiertje erin doen. Maar oh, dat doe je papiertje. Nee, doe je papiertje erin. Dat hoort erbij. Ik wil de prijs zien en zo. Dat zeg maar. Ik ben benieuwd hoeveel het me gaat kosten. Oh, nee. Oh, nu gaat het zijn. 50! Ik heb het niet eens! Ik heb 42! Oh, nee, maar dan krijg je 8 diamonds krijg je nog van me. Oh mijn god, wat een duur iets dit. Een duur grapje. Levis, of Levis, regelaarsen, lumberjack, silk touch heet hij ook gewoon. En Scoopy. Ik wist geen naam meer. Oh, maar wat ben ik blij dat ik in ieder geval weer spulletjes heb, hé. Oh, het is zo zonde dat ik allemaal spullen kwijt was. Ik ben nu echt gewoon door mijn netherite heen. En door mijn emeralds heen. Ik heb niks meer. Oh, ja, je bent wel skeer nu. Maar, hier, ik heb hem betaald. Ik krijg nog 8 dingen van me. De enderpils zo mag je houden en het boekje helpen. Dankjewel. Oh, jongens, ik ben arm. Letterlijk het geld dat ik van de fabriek heb gekregen. Het harde werk die ik in de fabriek heb gestopt. Is gewoon weg. Verdwenen. Footsie. Man. Maar ik heb wel al mijn spulletjes weer. Ik ben niet meer naakt. Ik heb gewoon weer nieuwe spulletjes zelfs. Nieuwe tools. Weet ik voor wat allemaal. Oh, nu moet ik maar weer iets nieuws groots gaan maken waar ik geld aan kan verdienen. Ik moet eventjes dit afmaken. Of nee, Floor kan dit nu afmaken. Want dan kan ik die verkopen. Daar moet ik nog geld van Nathan van vragen. Dan kan ik, weet ik voor wat allemaal. Kunnen we gewoon weer lekker geld verdienen. Wat een stom begin eigenlijk van de aflevering dat mijn spulletjes kwijt zijn, jongens. Ben je nou tot dit punt in de video gekomen? Reageer dan even. Max, je bent een sukkel dat je je spullen bent kwijtgeraakt. Maar we vergeven het je. Want en dan met jouw reden. Waarom vergeef je het me? En alsjeblieft, vergeef het me. Dat moet je nu reageren. Doe het nu. En vergeet ook even niet te liken en te abonneren. Vooral niet te liken. Like gewoon eventjes. Oké, goed nieuws in ieder geval dat dit dus gedaan is, deze aflevering. Deze ruimte hier binnen is afgemaakt. Oh, het ziet er eigenlijk somber hier uit binnen. Maar dat komt omdat er nog niet zoveel hout in verwerkt is. Het is heel grijs en grauw als je hier binnenkomt. Maar ja, mensen kunnen hier wel lekker hun huizen gaan kopen, hè, jongens. Dat wordt wel een heel leuk idee dat mensen hier binnenkomen straks. Hier hebben ze de balie. Daar sta ik dan. Nou, hier links dan zie je welke huizen nog beschikbaar zijn met een grote map en zo. Hier rechts. Dan kunnen ze een aanvraag doen naar bijvoorbeeld een nieuw huis die ze willen maken en zo. Als ze zeggen, Max, ik wil graag dat je een fabriek voor me bouwt, dan kunnen ze dat daar doen. En hier, dit is allemaal voor de sier. Oké, ben benieuwd wat Floor ervan gaat maken. Als ze wil, mag ze alles uitbreiden, mag ze muren slopen, mag ze weet ik veel wat doen. Ze heeft in ieder geval iets om mee te werken. Dan nu, jongens, moet ik helaas deze Condit Veen aflevering afsluiten. Omdat ik veel te lang bezig was met al mijn spulletjes verzamelen. Maar ik vind dat we wel een leuke progressie hebben gemaakt. Soms is een afleveringetje zoals dit, dat ik gewoon eventjes vertel wat ik aan het bouwen ben en zo. Dat heb ik ook een tijdje met de dam gedaan hier. Vind ik gewoon leuk om te doen. Maar dat betekent dat de volgende aflevering wel weer veel progressie
progressie moeten maken met timelapses en weet ik wat allemaal. Misschien dat ik dan even wil beginnen met dit gebied hier in het water even een beetje netjes te maken. Want het is natuurlijk nog heel kaal dit allemaal, best wel veel steen. Misschien dat ik wat huizen hier eens zo wil maken. Nog daar een huis met een trappetje ernaartoe, weet je, die wat op een verhoging staat om deze hele kale stenen muur netjes te maken. Of we gaan hier aan de slag met dit grote, weet ik veel wat, deze muur hier en daarboven nog allemaal. Moet allemaal nog gedaan worden. Oh, het gaat wel echt nog een hel worden. Maar wel leuk. Een leuke hel. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb mijn normale outfit eraan. Binnenkort even maar Frederik opzoeken, want ik wil mijn koningsoutfit weer terug. En mijn kroon. Ik kan niet wachten tot ik die outfit weer aan heb. Maar dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Reageer even iets leuks of zo. Weet ik veel. Daar word ik altijd blij van. Ik lees de reacties. En dan nu. Kijk lekker deze video. Want dit is vorige content van Veno. Heb je hem nou gemist? Moet je nu kijken. Verplichting. Anders ben je stom. Reageer onder deze video. Appelkaaspuree. Dan weet ik dat je vanaf de huidige video komt. Dat vind ik leuk. Doe dat even. En nu spreek ik later. Glaasje wel. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!